Is Zwarte Piet nou echt het beste waar je mee kan komen? Is nou echt het beste dat hij ons racisme verwijt door te verwijden naar wat u noemt blackface, Zwarte Piet, die bij Sinterklaas hoort? Daar mag je van mening over verschillen. Wij vinden dat dat nog steeds Zwarte Piet moet zijn. Nou, er zijn heel veel mensen in Nederland die dat met ons eens zijn. En er zijn heel veel mensen die dat met ons oneens zijn. Volgens mij mag dat gewoon in een land. Volgens mij heeft dat niets met racisme te maken. Als u dat als voorbeeld noemt om ons in een racistische hoek te duwen, dan duwt u half Nederland in een racistische hoek. En ik zeg u nog één keer, vierde voorzitter, meneer Timmermans. U moet ermee ophouden. Want iedere keer als u dat zegt, ja, dan sta ik hier om het op te nemen voor die PVV-kiezer, voor die PVV-bewindspersoon, inmiddels Dina van der Kroon, en voor die PVV-kamerleden. Wij zijn geen racisten. Wij hebben niets met nazi-theorieën. Helemaal niets. Dat hebben we 100 keer gezegd. En als u dat blijft herhalen, terwijl wij onze zorg voor die gewone Nederlander die zijn wijk ziet veranderen en verpauperen. Inderdaad ook door de toekomende immigratie, ja. In heel Europa zie je dat gebeuren. Daarom winnen partijen als mij, als de mijne, de verkiezingen. Omdat u de andere kant op kijkt en dat wij daar wat over zeggen. En als u dat in de racistische hoek duwt, dan duwt u half Nederland in de racistische hoek. En degene die dan niet deugt, die dan onder de gordel is, die dan vuile, vieze politiek speelt, ben niet ik, maar bent u. Heeft